De heer Timmermans. Voorzitter, uiteraard hebben de kiezers die op Wilders hebben gestemd allemaal de verwachting dat hij de problemen zal oplossen zoals hij dat voor de verkiezingen heeft beloofd. Uiteraard. Maar ik heb al gezegd, met asiel gaat hem dat niet lukken. Maar dat gaat hem ook op andere terreinen niet lukken. Hij vroeg net, wat is nou asociaal? Asociaal is dat in dit land, een van de rijkste landen van de wereld, aan het einde van de periode waar u verantwoordelijkheid voor draagt, 17.000 kinderen meer in armoede zullen leven dan vandaag. En dat is totaal onnodig. Asociaal is ook om van tevoren, voor de verkiezingen, te beloven het minimumloon gaat omhoog. Wat overigens in lijn is met de commissie die door de heer Omtzigt is opgericht. Die zegt, je doet echt iets, alleen echt iets aan armoede als je structureel inkomens verhoogt. Minimumloon verhogen betekent uitkering verhogen als het gekoppeld is. Betekent AOW verhogen. Dat doet u niet. Asociaal. Asociaal is ook de WW-periode inkorten. U heeft zelf dat woord asociaal gebruikt toen een CDA-minister het voorstelde. Nu doet u het zelf. Dat raakt echt de oudere werknemers. Die kunnen dan nog in de bijstand komen, mogen misschien hun eigen huis opeten. Asociaal is ook dat u niets doet voor de zware beroepen. Daar zitten mensen op te wachten. Dat moet gebeuren. Asociaal is ook dat u weliswaar veel later dan u wat hebt beloofd en veel geringer de eigen bijdrage vermindert. Maar chronisch zieken schieten er niets meer op. Nul. Want hun bijdrage wordt erdoor gekort en per saldo gaan ze er niet op vooruit. Een paar dingen die ik asociaal vind. En ik vind dat u de verantwoordelijkheid heeft die dingen te corrigeren, zodat u in lijn blijft met het minimum van wat u beloofd heeft voor de verkiezingen. Voorzitter, we hebben ongekende aantallen miljarden voor lastenverlichting. Lastenverlichting voor burgers, inderdaad ook lastenverlichting voor bedrijven, van rode diesel tot renteaftrek. Oké, dat ook, prima. Maar heel veel voor de middeninkomens en ook heel veel voor de onderkant. En dat is gewoon 100% sociaal beleid. Dat is 100% sociaal beleid. En die wettelijk minimumloon van u, die heeft de Eerste Kamer afgeschoten. Wij hebben daar in de Eerste Kamer voor gestemd. Maar de Eerste Kamer heeft die wet afgeschoten. Dat hebben wij niet gedaan, heeft de Eerste Kamer gedaan. We hebben het inderdaad niet voor elkaar gekregen om dat opnieuw die maatregel te nemen en binnen deze coalitie. Maar we hebben de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor die wet gestemd. En die is daar niet door ons afgeschoten. Volgens mij, als u eerlijk bent, moet u dat toegeven. Maar we hebben inderdaad nu niet voor elkaar gekregen dat die wet terugkomt. Maar we hebben wel heel veel andere dingen wel voor elkaar gekregen. En zowel u als de SP, en ik ga het lijstje niet voor de 80ste keer opnoemen, u gaat er helemaal aan voorbij. Het gaat er de mensen uiteindelijk om, wat houden ze netto in een portemonnee over? En iedereen, dat is het nieuws van het CPB vandaag, iedereen gaat erop vooruit. De mensen met een uitkering, de mensen die met een pensioen, de werkenden. Iedereen gaat erop vooruit en we besteden daar miljarden aan. In een tijd dat het economisch niet de meest gunstige tijd is, zijn we er toch in een staat. In een tijd dat we uiteindelijk die overheidsgaven iets minder doen. Hè? We geven als overheid iets minder uit. Dat is de conclusie ook van het CPB van dit pakket. Dus we geven minder geld uit in het totaal. En we zorgen ervoor dat we binnen het tekort blijven. En tegelijkertijd zijn wij toch in staat om voor iedereen een plusje te regelen. U moet hiervoor applaudisseren. Ik snap wel dat dat u niet uitkomt. En dat u liefste wil dat dit kabinet, dat die CPB-cijfers u eigenlijk tegenvielen. U had liever gewild dat er had gestaan dat de koopkracht in de min gaat. En dat de werkloosheid stijgt. En dat er geen werkgelegenheid is. Dat is allemaal niet het geval. Alle seinen staan op groen in een economisch moeilijke tijd. In een tijd dat wij om het tekort terug te dringen de overheidsuitgaven kleiner maken. En toch zorgen we ervoor dat iedereen wat extra's krijgt. En dat is iets, voorzitter, ik kan het om politieke reden begrijpen, maar ik ben voor de rest totaal verbaasd dat al die linkse partijen in plaats van dat ze zeggen geweldig wat jullie hebben gedaan. Ik had begrepen als jullie hadden gezegd, het is misschien te weinig, mag het niet wat meer? Maar dat hij nou zo zwartgallig doet voor een heel mooi rooskleurig plaatje, ik vind het onbegrijpelijk.